Y'all ready for this? Hallo, welkom bij de wekelijkse videoanalyses van de Koningsgroep voor schaakvereniging De Toren. Ik ben Vincent Fleming en deze week ben ik zonder Steven Glasbeek. En ik zal zijn analyses enorm gaan missen deze week, op zijn hulp daarvan. En we komen nu al meteen bij de huiskamervraag van vorige keer, die hadden we nog te goed. Steven en ik vroegen ons af wat er gebeurt na paard A5. De meest overtuigende variant gaat als volgt. Lopen maal C2. Die moet je met de dame pakken, anders krijg je een schaakje op A1. En dan valt de toren op H1. Dus ja, die moeten we pakken dus. Dame maal C2. Nu komt alsnog dame A1. Nou, koning D2. Dat valt weer op dat toren maal H1. Dus de dame moet worden tussen worden geplaatst. En dan volgt een dubbele aanval. Ik kreeg al enkele mailtjes binnen van een goede antwoord. Dus nou, voor de mensen die deze variant gevonden hebben, heel goed gedaan. Maar nu dan toch het eerste fragment van de Koningsgroep Killers. Deze stelling komt uit de wedstrijd Frank van Horen. Die speelt met de witte kleuren tegen Quirine Naber met zwart. Wit staat een loper achter, maar die is nu vol in de aanval. En wit gaat hier spelen dame E3. Hele goede zet van Frank. En ja, vorige partij hadden we tegen Erik Duim kunnen zien dat hij met de A-lijn aan het aanvallen was. Daar kwam het huiskamerfragment ook vandaan. En nu zullen we zien dat de H-lijn als aanvalsdoel wordt gebruikt. En dame kijkt natuurlijk. Ik kijk ook natuurlijk naar H6. Ik heb de pijltjes even overgenomen van Steven. Die daar eigenlijk ook heel goed in is. En ja, het is een hele gevaarlijke aanval dus. En het is al niet zo eenvoudig wat je nu moet doen met zwart. Je zou nog lopen C5 kunnen spelen. Dat is niet gespeeld. Met een penning. Ja. We willen toren als een dame staat aanvallen. Maar dan waarschijnlijk was Frank hier dame H6 van plan. En dit ziet er toch wel gevaarlijk uit. Die kan bijvoorbeeld niet de toren slaan. Dat lijkt me logisch. Dus we zullen het toch even doen. En dan, ja, dan ga je al snel mat in naar H-maal G6. Dat gaat even niet door. En het valt hier al niet mee om een goede verdediging te vinden voor zwart. Dus hier durfde Quirine niet op in te gaan. En misschien koos zij wel terecht voor G5 om de stelling gesloten te houden. Frank ging echt vrolijk in de aanval met paard maal G5. En nu speelde Quirine paard C6. En wat gebeurt er bijvoorbeeld na lopen maal G5? Had misschien nog kunt. Die loper die kijkt natuurlijk naar de koning en er staat er nog een dame tussen, dus ja, misschien lijkt het al mis te zijn, maar gelukkig heeft wit nog F4 of een nog sterkere zet toren G4 tegenpenning. Dat is wel een grappige zet eigenlijk. Nu kan de loper niet worden gespeeld wegens schaak. En op de volgende zet krijg je F4. En ook dit is een gevaarlijke aanval voor wit.
waarschijnlijk ook weer terecht dat Quirini dit niet vertrouwde. Dus zij speelde zoals gezegd paard C6 in deze stelling. Inderdaad. Maar dan komt alsnog toren G4. En de vreselijke aftrekaanval staat al klaar. En ja, de witte aanval is al overweldigend. Misschien een klein beetje paniek speelde Quirini nog D4. Maar dat gaat snel mis. Misschien kunnen we dat even uit ons hoofd nu berekenen. Nou, de aftrekaanval, ik had het al aangekondigd. Paard maar E6. Valt ook nog de dame aan. Ik zal hem even rood maken. De dame aan op D8. En schaak natuurlijk. Koning gaat opzij. En dan speelt de... Dit is allemaal gespeeld. Frank pakte natuurlijk niet de eerste dame van zwart, maar speelde dame H6. Dreigt mat. En de dame aan te vallen en er is niks meer aan te doen. Nou, voor de vorm sloeg Quirini nog even terug. En toen stond het mat. Mooie overwinning van Frank. En, ik ben benieuwd wat hij de rest van deze periode gaat doen. Hopelijk kan hij proberen aansluiting te vinden met de top.